Autobahn Jim, Rotterdam. Hello, I am Aydinas. I am 69 kilograms. I have one fight, one win, and I train in Jan Oosterbaan Club in Rotterdam. Where are you from originally? Lithuania. You're I come from Lithuania. How old are you? I'm 23 years old, 24. And when is your next fight? When can the we see you? The next fight is going to be on March 14 and March 22. Where? Eindhoven. Eindhoven? Are you an infusion? Yeah. Oh, good luck. Who will be in your corner? Dennis. Van der Linden. Dennis van der Linden will be in your corner. Yeah. And you train here at Oosterbaan Gym in Rotterdam. We wish you the best of luck and we will follow you at infusion. Okay, thank you. Spasiba. We zijn hier bij Jan Oosterbaan Gym in Rotterdam met Rudolf Spa, Mr. Adidas. Hallo Rudolf, hoe is het? Hallo Elise, gaat heel erg goed. Ja, kan je je even voorstellen, wat doe je precies? Ik ben Rudolf Spa, ik ben sales manager bij Adidas Boxing in de Benelux. En wij bezoeken sportschool en winkels. Oké, en waar kunnen we je vinden op de social media? Sportiefbv.nl en Adidas Boxing. Oké, Rudolf Spa, hier in Oosterbaan Gym. Zie je snel Rudolf. Dankjewel. Doei doei! We staan hier bij Oosterbaan Gym in Rotterdam. Hallo Jan Oosterbaan. Hallo. Een hele eer om jou te leren kennen. Dat meen ik echt. Een van de pioniers, een van de eerste kickboxers in Nederland. En we zijn hier met een van je studenten, Mehmet. Mehmet, kun je ons meer over jezelf vertellen alsjeblieft? Nou, ik ben Mehmet Kar, geboren getogen in Rotterdam. Ik ben 21 jaar. Ik word bijna 22 en sinds dat ik hier bij Oosterbaan de dag ben gekomen, ben ik hier nooit meer weggegaan. Het voelt altijd goed als ik hier ben, vooral met Jan ook erbij. Ik heb wedstrijden gevochten voor Jan en momenteel train ik samen met Bert de Vrel, trainen we de jeugdgroep, wedstrijdgroep. Dat deed ik al een tijdje, ik was er even tussenuit, maar ik ben weer terug. En het voelt altijd goed hier. Ik heb wedstrijden geknokt. 5 wedstrijden heb ik weg. 4 gewonnen, 1. Drie gewonnen, 1 onbeslist en eentje verloren op punten. Verder vind ik het gewoon fijn om te doen. Het voelt hier goed aan. Dus, En op hoeveel kilogram vecht je? Ik vocht op 72,5. Ben je A-klas of B-klas? Nee, ik ben C-klas. Je bent nog C-klas. Ook als je gaat met Jan Oosterbaan zeker naar A-klas toe. Ja, dat is het doel dan. Dat is, succes in ieder geval. We houden je in de gaten. Is goed, dank. Dankjewel. Hallo, we zijn hier met Jan Oosterbaan hier in Rotterdam City. Ik woon hier zelf 20 minuutjes vandaan. Hallo Jan Oosterbaan, hoe is het? Ja, goed. Echt een hele eer om jou te leren kennen. Je bent zeker een kickboxlegende. En je bent zelfs nog een van de pioniers in Nederland. Ja. Ik zou eigenlijk een boek geven van de eikels. Ja, je bent zeker een van de pioniers qua kickbox in Nederland. Je bent deze gym geopend. Je hebt deze gym geopend in 2008. Ja, 2007 zijn we begonnen als baan. En je bent zelf in 2003 gestopt met vechten? Nee, in 2003 ben ik weer begonnen met veteranenwedstrijden. Ik heb 5 jaar gedaan tot 2000. Oh, toch nog? Oké. Kunnen we je misschien nog terugzien voor de veteranen? Ik word 56. Ja, is het dan? Je ziet wel jonger uit. Dat is leuk. Nee, je zegt nooit, maar in principe niet.
Maar eventueel charity events of zo? Ja joh, ik ben topfit hoor, dus wat dat betreft. Ja. En mijn volgende vraag is, vertel ons over je gym. Zoals gezien actief, het is vol actief weer. Ik zie jongeren, ik zie ouderen. Ja. Goed, we zijn een erg grote gym, 1500 vierkante meter. We hebben vol programma in de ochtend, vol programma in de avond. Tussenmiddag doe ik dingen met instellingen, met scholen. Dus eigenlijk zijn we de hele dag actief. We hebben veel leden. Gaat hartstikke goed eigenlijk. Voor weinig over. Voor de anti-kankerbestrijding doe je ook veel? Ik vaak met wedstrijden die ik organiseer, dan gaat altijd naar de gym. Ja. En dan mijn volgende vraag is de belangrijkste vraag eigenlijk van, en dat, ik ben niet de enige die dat vraagt. Waarom ben je gestopt met wedstrijdvechten? Ik had er geen zin meer in. Ik bedoel, de mentaliteit bevalt me niet van tegenwoordig. Er zullen best wel 2-3 goede bij gezeten hebben die altijd elke dag er waren, elke dag serieus waren. Maar over het algemeen was het zo, ze geven eigenlijk op voor de wedstrijd. Ze stoppen met trainen gelijk, om een keer in de week, plaats dat ze 2 keer per dag moeten gaan trainen. Ze geven daarop voor een wedstrijd, ze zeggen af. Er is altijd wel wat aan de hand. Ik heb het een jaartje aangekeken nog. Vorig jaar liep ik al met de gedachte. Ik heb de koop door de kerk, ben naar de groep gegaan. Ik zei, jongens, gaan jullie ergens anders wedstrijden? Niet meer. Want je vertelde net al dat je Oosterbaan werkt. Nee, niet vanuit Oosterbaan. Ik heb hier wat trainers lopen. En als ze wat vechters hebben voor de eigen, dan mogen ze onder hun naam. Niet meer onder mijn naam. Ik ben er klaar. Maar ze komen je wel voorbereiden voor... Natuurlijk, ze trainen hier. En dan Dexter Swiss bij die voor wie komt hij nu uit? Voor Team Solo, dus een van mijn trainers, daar komt hij eruit, van Dennis. Oké. We vinden het heel jammer dat je bent gestopt, want je was altijd, tenminste ook zwart, je was altijd een van de grootste trainers. Ja, zeker. En ik organiseerde ook veel natuurlijk. Ik heb ook veel tegenwerking gehad, hebben we het net al over gehad, over dat er een groot gala afgelast is hier in Rotterdam, dat is ook weer jammer natuurlijk. Ik hoorde het net van Roedel. Ja, maar goed, het is, maakt niet uit. Heb je nog plannen voor 2015? Nee, ja, lekker trainen. Gewoon volop. Zelf lekker mee trainen, dat is ook belangrijk. Ja, had je, wil je nog iets tegen je fans zeggen, tegen de... Kom hier trainen, 010 Rotterdam. Helemaal. Als jullie willen trainen... Dat kan altijd, plaats op. Jan Oosterbaan Rotterdam, kijk, het is hier heel groot. Je hebt een toptrainer, dus... Oosterbaan Gym. Dank je heel erg voor dit interview. Jan Oosterbaan. Moes. Ik ga boekje pakken. Moet je nog filmen? Jan Oosterbaan Gym. En ik krijg van Jan een boek. Speciaal gesigneerd voor mij. Dus daar ben ik wel heel trots op. Want Jan is niet de eerste de beste in deze kickbox industrie. Rudolf. Nou, dit is echt heel heel erg bedankt, Jan. Dat waardeer ik echt heel erg. Top. Selfie. Eet de gekkie.